Goedemorgen jongens, meisjes, welkom allemaal. Ik ga jullie uitleg geven over de ABC-formule. En dit gaat over het oplossen van kwadratische vergelijkingen. Hiervoor moet je zelf eerst de basis wel kennen. Als je dat nog niet zo goed weet, dan moet je eerst even een andere video bekijken. We gaan kijken hoe je de ABC-formule gaat toepassen in drie situaties. Oké, maar wanneer gebruik je de ABC-formule? Dat is goed om te weten. Als je eentje hebt met twee termen, dus met een x-kwadraat en x, of een x-kwadraat min een getal is 0, die kun je altijd zonder ABC-formule doen. Dus dan zou ik ook niet de ABC-formule gebruiken, want het kost je maar heel veel tijd en dat kan veel sneller. Als je eentje hebt met drie termen, dus een x-kwadraat, een x en een getal, die kan soms niet zonder ABC-formule, dus dan kun je beter de ABC-formule gebruiken. Om dat te doen moet wel altijd eerst rechts is 0 staan. Oké, gaan we kijken even naar de ABC-formule. Die zegt dat je eerst de discriminant moet bepalen. En die discriminant bepaal je door dit te doen, b kwadraat min 4ac. Nou, als je eruit komt, d is negatief, dus d is kleiner dan 0. Nou, dat is heel simpel, dan stop je gewoon, dan heb je geen oplossing. Als eruit komt, d is 0, dan heb je één oplossing, namelijk x is min b plus de wortel van d gedeeld door 2. A. Nou, komt eruit, d is positief, dus d groter dan 0, dan heb je twee oplossingen, namelijk deze variant die hierboven staat en de andere die namelijk min b min wortel d. Dus die lijkt heel erg erop, één verschil is dat je nu in plaats van plus wortel d, min wortel d hebt. En als we het over de d hebben, dan hebben we natuurlijk ook de d die daar ook aanwezig is. Oké, gaan we even kijken. Eerst even noteren wat de a, wat de b en wat de c zijn. Nou, de a is het getaltje dat vastzit aan de x-kwadraat. Dus dat in dit geval 4. De b is wat vastzit aan de x. En de c is je losse getal. Dus dan hebben we hier. Dit lukt niet zonder ABC-formule. Dus dan doen we eerst opschrijven a is 4, b is 3, c is min 1. Gaan we bepalen wat de d is. Dus dan schrijf je op d is b-kwadraat, dus de b die wij hier hebben, min 4 keer a keer c. Oké, dan krijg ik 3 tussen haakjes een kwadraat. Als je kwadraat doet, doe het altijd tussen haakjes. Bij positieve getallen maakt het eigenlijk niet zoveel uit, maar bij negatief kun je een andere uitkomst krijgen als je de haakjes vergeet. Min 4 keer a, en a is ook 4, keer min 1. Nou, wat komt er hier uit? Als je dit uitrekent, komt eruit 25. Nou, d is positief in dit geval. Groter dan 0 heb je twee oplossingen. Dus dan gaan we deze twee nu invullen. Min b, dus dan krijg ik min 3. Plus de wortel van d, dus plus de wortel van 25, gedeeld door 2 keer a, dus 2 keer 4. Nou, de wortel van 25 is 5, dus dan krijg ik hier min 3 plus 5, dus dat is 2, gedeeld door, dit wordt 8, dus dat wordt 1 vierde. Ik heb meteen het antwoord gekleid. Nou, we doen nu hetzelfde, maar dan met de min variant. Dus dan krijg ik hier min 3 min de wortel van 25, dus min 3 min 5, dus dat wordt samen min 8. En dan gedeeld door 8, dus dan krijg je x is min 1. Beide oplossingen moet je opschrijven. Ja? Dus x is 1 vierde of x is min 1. Oké, gaan we kijken naar de volgende opgave, b. Nou, voordat je dit kan gebruiken met de ABC-formule oplossen, moet je eerst rechts is 0 maken. Dus dan doe ik hier plus 1 plus 1. En nu pas kun je de ABC-formule gebruiken. Ja? Oké, dan schrijven we weer op wat onze a, b en c is. De d is dan, weer even uitrekenen, kijk hier heb je dus min 6, hè? Min 6 tussen haakjes. Dus dan krijg je 36 min 4 keer 1 keer 9, dus dan krijg je 36 min 36 is 0. Oké, dan heb je dus nu maar één oplossing, want d is 0. Namelijk één van deze twee kies je. En waarom heb je nou eenmaal één oplossing? Dat is eigenlijk logisch, want als de wortel hier van d, als dat 0 is, dan krijg je plus de wortel van 0 of min de wortel van 0, dus dat maakt niet zoveel uit. Kijk maar, 6 plus wortel 0, als je hier min wortel 0, dan blijft het hetzelfde. Dus beide oplossingen zijn eigenlijk hetzelfde, daarom heb je maar één oplossing. Nou, dan krijg je hier 6 gedeeld door 18 en dan moet je verkleinen naar 1 derde. Oké, de laatste voorbeeld. Dan gaan we nu eerst hier kijken, wat is onze a, b en c. En waarom kun je eigenlijk hier niet ontbinden? Kijk, nou, bij de eerste twee kon je moeilijk ontbinden, omdat er steeds voor de x-kwadraat een getaltje stond.
En als je deelt door 4, krijg je allemaal breuken. En als je hier deelt door 9, krijg je ook allemaal breuken. Dus dan kun je hem niet ontbinden. Nou, hier zou je kunnen zeggen, ik probeer hem te ontbinden, wat is keer elkaar 3 en bij elkaar 2, de product-som-methode. Maar dan zie je dat je dat niet zo snel kan zien. Dus daarom ga je over op de ABC-formule. Oké, dan schrijven we op onze A, B en C. Als je niks ziet, hier zoals bij de x-kwadraat, dan is de A gewoon 1. Dus dan krijgen we nu, D is 2 kwadraat min 4 keer 1 keer 3. En dat wordt eigenlijk negatief als je dat uitrekent. Dus dit is heel eenvoudig, nu kun je gewoon stoppen, heb je geen oplossing, dat moet je zeggen. Oké, we gaan nu kijken naar een aantal pittige opgaves. Pittig met extra sambal. Namelijk, je moet hier eerst haakjes wegwerken. En de eerste hier, 2x plus 5, dus haakjes kwadraat, wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent 2x plus 5 en dan nog een keer 2x plus 5. Nou, als je weet hoe je dit snel kan doen, want het is een merkwaardig product, dan mag je dat snel doen. Ik doe het even in stapjes, namelijk 2x keer 2x, dus dat is 4x kwadraat. 2x keer 5 is dan 10x, 5 keer 2x is ook 10x, en 5 keer 5 is 25. Nou, nog een keer even 2x keer 2x, 4x kwadraat, 2x keer 5, 10x, 5 keer 2x, ook 10x, en 5 keer 5 is 25. Nou, wat er rechts staat van je steken, dat neem je gewoon over. Nou, nu gaan we eerst dit stukje herleiden, namelijk de x'en bij elkaar, dus dan krijg ik 4x kwadraat plus 20x plus 25 en 7x plus 22. Nou, nu rechts 0 maken, want je kan niet ontbinden of de ABC-formule gebruiken als rechts is niet 0. Dus ik doe hier min 7x en ook min 22, min 22. In één stap. Nou, dan krijg ik 4x kwadraat plus 13x plus 3 is 0. Nou, dit kun je niet ontbinden met product-som-methode, want als je deelt door 4 krijg je allemaal breuken. Dus we gaan nu de ABC-formule gebruiken. Nou, die staat hier nog een keer. Dus eerst de discriminant bepalen. Opzij wat A, B en C is. Dus dan krijg ik D is. Dus B kwadraat, dus haakjes 13 kwadraat, min 4 keer 4 keer 3, wordt 121. Nou, D is positief, dus heb je twee oplossingen. Dus we moeten beide varianten opschrijven. Dan krijg ik min B, dus min 13 plus de wortel van 121, dus dat is eigenlijk 11, gedeeld door 2 keer 4. Dus dan krijg je 13, min 13 plus 11, dus dat wordt min 2, gedeeld door 8, dus min 1 vierde. En de tweede variant daarnaast, enig verschil is dat je hier nu min hebt in plaats van plus. Nou, dan krijg je min 13 min 11, dus dat is min 24, gedeeld door 8 is min 3. Oké, top, klaar. De volgende. Nou, hier moet ik ook de haakjes wegwerken, zijn wat simpeler. Dus hier gewoon x keer x. X x kwadraat, x keer min 2, min 2x. Nu rechts 0 maken. Let op, ik doe min 3x, min 3x. En ik doe plus 9, plus 9. Nou, wat gebeurt er dan? Dan krijg je min 2x, min 3x. Dat wordt min 5x. En dan plus 9 is 0. Nou, dit kan ik ook niet ontbinden, want wat is keer elkaar 9 bij elkaar min 5? Ik kan niet zo snel zeggen, ook met een tabel lukt het niet. Dus A is, B is en C is. En nu de ABC-formule, discriminant wordt min 5 in het kwadraat, min 4 keer 1 keer 9. Nou, dat wordt 25 min 36, dus dat is min 11. En ben je eigenlijk heel snel klaar, want je D is negatief, dus heb je geen oplossing. Oké, jongens, meisjes, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, dan krijg ik YouTube money. Oké, dankjewel.